Ja, het pand waar de brand is uitgebroken, dat is een pakhuis met heel veel verpakkingsmateriaal. En ja, daar is enorm veel schade en de brandweer zet ook niet zozeer in op het redden van dat pand, maar voornamelijk op het voorkomen dat het overslaat naar andere panden. Natuurlijk zagen we dat het steeds meer en meer werd. Toen dachten we, ja, dit klopt niet. Toen zagen we brand aan de linkerkant van het gebouw. Ja, bleef staan, gingen we allemaal filmen. Nou, we waren aan het werk in de werkplaats. En een collega zag een beetje rook vanuit het pand tegenover ons. En eigenlijk 20, 30 seconden later de eerste vlammen en het ging heel snel. Ja, bij dit soort branden, dit is een enorm grote brand, rukken we uit met heel veel brandweerpersoneel en met verschillend materiaal. En ieder soort materiaal heeft zijn eigen functie. Dus bij bijvoorbeeld een drone, die kan ons goed helpen om in beeld te krijgen hoe een brand zich precies ontwikkelt. Waar zit de brand, waar zitten brandhaarden? En daarmee kunnen wij onze brandweeraanpak ook goed bepalen. De brandweer, was die te snel? Nou, ik vond het nog lang duren, moet ik zeggen. Ja, we hoorden wel allemaal sirenes, maar ze zaten echt van nou. Want ze hebben hier een oefenterrein, dus ik denk ze zijn er zo, maar nee, dat duurde nog een soort van lang, vond ik. Ja. En ja, daar is enorm veel schade en de brandweer zet ook niet zozeer in op het redden van dat pand, maar voornamelijk op het voorkomen dat het overslaat naar andere panden.